Ik ga het allergrootste slijmballetje worden van deze hele stad. En de hele stad opeten. Like even deze video zodat ik meteen 1000 keer zo groot word. Binnen 3 seconden. 3, 2, 1. Wow, het is gelukt. Ik ben nu 1000 grote. En wat kan ik nu allemaal opeten? Oh, nu als slijmballetje kan ik al deze auto's opeten. En voor alles wat ik opeet, word ik groter en groter. Alleen ik moet uitkijken, want er zijn namelijk nog heel veel andere slijmballetjes. En die kunnen mij weer opeten, net als die persoon daar. Die is echt heel erg groot. Ik kan wel andere personen opeten, zoals dit slijmballetje. Hallo, kom eens naar me toe. Waarom? Oh, ik kan hem helemaal niet opeten. Dat komt omdat hij nu een shield om zich heen heeft. Oh, jammer dat hij een shield had. Oh, en ik kom ze juist ergens achter. Ik was de hele tijd aan het rennen, maar als ik ren, word ik kleiner. Dus dat rennen moet ik alleen gebruiken als ik iemand wil pakken. Anders is het niet heel slim om te doen. En ik kan nog geen gebouwen opeten. Om gebouwen op te eten moet ik eens even kijken. Oh, moet ik veel... Oh, nee, er zit een hele grote bal achter me aan. Meneer, laat me alsjeblieft eventjes met rust. Oh, nee. Gelukkig heb ik een schild om me heen. Dus dat betekent, ik kan gewoon stil blijven staan. Je kan me helemaal niet opeten. Haha. Dit is perfect. Dat betekent dat ik zelf wel heel veel dingen kan opeten. Zoals bijna helemaal niks op dit moment. Ik kan bomen opeten. Ik kan auto's opeten. Maar ik wil gebouwen kunnen opeten. Dat lijkt me veel leuker. Nee, het lukt mij niet om die gebouwen op te eten. Hoe groot moet ik dan wel niet zijn? Ik kan wel hier een ander balletje opeten. En ik heb hem opgegeten. Dit is perfect. Eens even kijken. Kan ik dit gebouw opeten? Oh nee. Nee, ik ben zelf opgegeten. Dit meen je niet. Oh, maar ik kan hier wel allemaal dingetjes doen. Ik kan hier namelijk gratis aan het rad draaien. En wat ga ik krijgen uit dit rad? Ik krijg 1000 grotere wijn. Dit is perfect. En ik kan een skin kopen. En wat voor skin ga ik krijgen? Ik krijg een watermeloen skin. Oké, dat vind ik echt heel vet. Als ik die aanzet, krijg ik namelijk 3 keer zoveel geld en ben ik nog groter. Oké, we gaan het proberen. Een watermeloen skin. Let's go. Dit ziet er zo vet uit. Nee, wat minder leuk is, is dat ik weer echt heel erg klein ben. Ik ben namelijk pas weer 1000 grote en ik wil uiteindelijk zo groot worden dat ik gebouwen kan opeten. Want hoe groter je wordt, hoe meer je kan opeten, hoe meer punten je erbij krijgt. En van 19 Robux kan ik 5000 groter worden. Oké, dit moet ik doen. Let's go. Kijk dan hoe groot ik nu ben. Dit is zo gaaf. Nu kan ik wel gewoon al huizen opeten. Kan ik dit flatgebouw opeten? Nee, het flatgebouw kan ik nog niet opeten. En dat is jammer, omdat ik uiteindelijk dus het allergrootste slijmballetje van de hele wereld wil worden. En die persoon, hè, die mij net ging opeten, ik moet hem opeten. Dat is mijn doel van vandaag. Als ik hem kan opeten, vind ik dat ik deze game heb gewonnen. En oh, ik kan hier naar de overkant. Nou, ik wou lekker op dat strandbedje liggen. Kijk wat voor rare waterbloed ik op dit moment ben. In ieder geval, ik ga hier weer een balletje opeten. Hallo meneer, mag ik jou op... het lukt mij niet om jou op te eten. Oh, kijk dan. De hele wereld, die is hier gewoon weg. Omdat hier een reuze slijmbal zit. En die zit gewoon alles op te eten. Kan ik deze gebouwen opeten? Nee, oh nee. Nee, die reuze slijmbal zit achter me aan. Meneer, laat me betrussen. Die reuze slijmbal, die kan gewoon al deze gebouwen hier opeten. Dit meen je niet. Waarom zit die nou weer achter mij aan? Snap ik op zich wel, omdat ik de allergrootste ooit ben. En ik lijk op een watermeloen, dus ik val ook best wel veel op. En ik kan nog... Oh, nee. Ik ga opgegeten worden. Ik moet rennen voor mijn leven. Dit kost me heel veel punten. Maar soms is het gewoon nodig om even wat punten weg te gooien. Als hij mij opeet, heeft hij een probleem. Als hij mij opeet, ga ik Robux uitgeven en... Hij heeft me opgegeten. Oké, ik heb 1 gratis respawn. Daar ben ik wel blij mee. Ik wou net zeggen, als ik dat niet had, had ik sowieso nog meer Robux uitgeven om hem op te eten. Want ik moet en zal dit winnen. Dat kan niet anders. Hij wordt namelijk groter en groter. En dat is echt oneerlijk. Oké, ik ga jou even opeten. Sorry, maar... Oh, wat was jij lekker. Haha. En om deze grote gebouwen op te eten, moet ik bijna 500.000 groot hebben. Dat is echt heel erg groot. Ik kan nu alleen nog maar deze zwembaden en zo opeten. En ik kan hier de speeltuin opeten. Het is wel een beetje zielig. Als hier nu iemand aan het spelen was. Sorry, maar ik heb alles opgegeten. Deze. Oh, ik kan ook deze gebouwen opeten. Dit is echt perfect. Oh, en ik heb hier 3 diamantjes. Ik kan die diamantjes claimen. En met diamantjes kun je uiteindelijk dingen kopen zoals dat je 2 keer zo groot wordt. Die diamantjes zijn best wel moeilijk om te verzamelen. Ze zijn ook echt heel erg duur om te kopen. Dus
Dat ga ik absoluut niet doen. Maar dan ben ik wel 2 keer zo groot. Wow! Die ene slijmbal, die is nu gewoon al 100.000 groot. Hoe ga ik hem ooit kunnen verslaan? En hij wordt ook alleen maar groter en groter, omdat hij namelijk alles kan opeten. Kijk maar, de hele wereld is bij de weg. Hij eet gewoon al die flatgebouwen op. Als hij nog groter wordt, kan hij zelfs het stadion opeten. Dit meen je niet. Oké, ik moet dit slim gaan aanpakken, want hij zit namelijk weer achter me aan en ik wil niet dat hij mij gaat opeten. Ik ben nog niet eens 10.000 grote. Dit is nogal een probleempje. Kan ik niet iets kopen dat ik nog groter word? Ik kan een starterbundel kopen. Wat heb ik aan een starterbundel? Ik weet het niet, maar ik heb het gekocht. Let's go. En hoe groot ben ik? Ik ben helemaal niet groter. Oh, ik heb wel bijna genoeg gems om 2 keer mijn grootte te kopen. Oh, ik kan niet kopen dat ik 25.000 keer zo groot word. Dit ga ik doen. Weer 39 Robux. Wow! Kijk hoe groot ik op dit moment ben. Alleen, ik ben nog lang niet zo groot als de allergrootste van deze hele wereld. En dat wil ik wel echt heel graag worden. Oké, ik heb hier quests. En wat heb je? Als ik 60.000 groot ben, dan krijg ik weer 3 diamantjes mee. Oh, dan kan ik nog steeds niet iets kopen. Oh, ik moet 10 enemies killen. Als ik namelijk 10 enemies kill, dan krijg ik... Oh, ik ben opgegeten. Dit meen je niet! Oké, ik ga respawnen terwijl ik 2 keer zo groot word. Oh, dit kost me zoveel Robux. Dit meen je niet, maar ik ben nu 2 keer zo groot. Ik ben namelijk nu 70.000 keer zo groot. Alleen die nummer 1 die is nog steeds veel groter dan dat ik ben. Alleen, ik kan nu wel eindelijk gebouwen opeten. En hier zijn mensen. Ik ga even mijn speedboost gebruiken en ik ga hen allebei opeten. Let's go. Ik ben nu 65.000 groot. En ik ga hier nog iemand opeten. Oh, hij heeft een schild. Ik kan hem helemaal niet opeten. Ik kan wel nu al deze gebouwen opeten. Daar ben ik best wel blij mee. En ik wil eigenlijk al deze quests even voltooien. Alleen, ik moet echt veel groter worden, wil ik dat kunnen. En ik moet veel meer enemies killen. Dus dat is mijn doel. Ik moet iedereen opeten. Iedereen heeft een schild. Dan kan ik ze toch helemaal niet opeten. Dat is helemaal niet leuk. Wat ik ook kan doen, ik kan iedereen nieuw. Alleen dat kost 80 Robux. Dan geef ik weer heel veel Robux uit. Oh, dit kost me zoveel geld. Maar als ik dat doe, dan is de nummer 1 wel dood. Dat is wel heel erg grappig om te doen. Hij begint namelijk wel heel erg groot te worden. Hij is nu namelijk 270.000 groter. Dat meen je niet. En kan ik deze gebouwen al opeten? Ik kan niet eens deze gebouwen opeten. Oh, ik ben echt veel te klein. Kan ik deze gebouwen opeten? Ja, deze kan ik wel opeten. Dit is perfect. Kan ik nu deze gebouwen opeten? Oh, die kan ik nog steeds niet opeten. Hoe leuk zou het zijn als ik uiteindelijk gewoon een flatgebouw kan opeten? Alleen volgens mij moet ik dan 500.000 groot zijn. Kan ik dit al eten? Dit kan ik ook niet eten. Waarom kan ik dat niet eten? Jou kan ik wel eten. Dank je. Oh nee, jou kan ik helemaal niet opeten. Want jij hebt weer bescherming. Ik denk dat ik gewoon straks iemand ga nuken. Dat lijkt me zo leuk om te doen. Ga ik het doen? Ik weet het niet. Want het gaat me namelijk nooit op een eerlijke manier lukken om zo groot te worden. Want hij eet gewoon elk flatgebouw op die er in deze wereld is. Waardoor hij groter en groter wordt. Oké, weet je wat? Ik weet het goed gemaakt. Als jullie nu allemaal even op een blauwe duimpje omhoog klikken, ga ik een nuke kopen. En met die nuke gaat hij namelijk dood. En dat is echt heel erg grappig. En trouwens, ik kan nu al deze grote gebouwen opeten. Dat betekent dat ik veel sneller groter kan worden. Maar niet zo groot als dat hij is. Dus ik ga een nieuw kopen. 79 Robux. Oh, dit is zo zonde van mijn geld. Maar ik heb het gedaan. Dit is perfect. Kaboom. En dat betekent dat ik de allergrootste slijmbal ben van iedereen. Wil je deze video? Klik even hier of een andere video te zien. Dan wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...